Ja, Lien, hoe heb je de wedstrijd van vandaag ervaren? Ja, voor mij was het een kleine teleurstelling, omdat ik alweer last kreeg van de Achillespees. Maar ik denk wel dat we met onze ploeg hebben laten zien dat we verdiend op die eerste plek staan. En het is eigenlijk zelfs jammer dat we vandaag die drie punten niet thuis houden. Ja, jullie beginnen inderdaad ijzersterk aan die wedstrijd. Na 5 minuten staat het wel degelijk 1-0. Hè? Ja, dat heet dan efficiënt zijn. Hè. 1 lange bal, standaard gaat die verkeerd in. En onze spits die ligt altijd op de loeren en ze werkt heel mooi af. Nu goed, ja, jullie blijven gedurende de volledige wedstrijd de druk heel hoog opvoeren, want Zandaar komt eigenlijk weinig tot bijna niet aan voetballen toe. Ja, we hebben eigenlijk gezien dat we toch wel dominant kunnen voetballen. En tegen Zandaar is dat eigenlijk in het verleden nooit gelukt. Meestal moesten wij het spel ondergaan. Vandaag was het eens een keertje andersom en daar toont toch wel dat we dit jaar een kwalitatief veel sterkere ploeg hebben dan vorig jaar. En dat we ook met de nodige ervaring erbij goed op weg zijn. En als we zo verder doen, dan maken we nog steeds kans op die titel waar het uiteindelijk altijd om draait. Goed, ja, vlak voor de rust glippen ze toch even door de mazen van het net. Ja, het wordt wel degelijk 1-1. Ja, eigenlijk een domme vrije trap. Ik weet niet eigenlijk juist dat het helemaal dat het echt fout was. En dan weten we dat ze kopbal sterk zijn. En ik geloof dat Maud Koetereels de bal nog divieert met haar hoofd en die gaat binnen. Jammer. Goed, ja, 20 minuten voor het einde van de wedstrijd. Rode kaart, terecht, denk ik dan. Dus ja, wel degelijk het moment om die voorsprong te kunnen maken. Ja, toen kwamen we tegen 10 mannen en dan voelden we ook van hier hangt een gootje in de lucht. En hebben we nog enkele kansen gecreëerd. Jammer dat die bal er dan niet ingaat en dan kan je achteraf inderdaad wel teleurgesteld zijn dat het maar 1-1 is.